Denzel James, ik denk dat jij een van de weinige spelers bent die een FC Twente hart heeft hier aan deze kant van Nederland. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk dat ik wel de enige ben, ja. Waar komt dat vandaan? Kun je dat uitleggen? Mijn vader is Congolees. En bij Twente speelde een speler Blaise Nkoufo. Dat is ook Congolees. Dus zodoende ben ik voor Twente geworden, ja. En dat is ook pas sinds Blaise Nkoufo daar speelt of heeft gespeeld? Ja, maar toen was ik ook jonger. Denk een jaartje of 12, denk ik. Zo 10, 12 zo. Dus ja, sinds die tijd. En hoe vaak ga je dan daar naartoe? Of hoe vaak ging je daar naartoe, moet ik nu zeggen? Nee, ik ben niet zo'n diehard fan. Het is meer dat ik gewoon echt... Ik vind Twente gewoon een mooie club. En ja, ik heb gewoon een goed gevoel bij die club. Het leuke vind ik dat jij in geen veld of wegen op Blaise Nkoufo lijkt. Die is 3,80 meter en 6 meter breed. Jij bent 1,40 en een halve meter breed. Ja, ja, mijn vader lijkt er wel wat meer op. Ja, die is wat langer en breder, sterker. Er is een ontmoeting ook geweest, hè, tussen jullie. Ja, ja, ik had een wedstrijd met Ajax tegen Twente uit. En de jeugd dan. En ik zag hem voorbij lopen, ze gingen trainen. Toen snel een fotootje gemaakt. Hoe bijzonder is het dan dat je nu tegen Twente mag spelen? Stond je ook echt te juichen na die loting? Ja, ik keek met een vriend van me. En hij zei toevallig van, ja, Twente uit zou ook mooi zijn. Maar ik had natuurlijk Feyenoord uitgehoopt. En toen kwam Twente eruit. En dat was wel, ja, zo prachtig eigenlijk. En hoop je, verwacht je dat je hem morgen ziet? Blaise Nkoufo? Ja, zijn standbeeld ga ik zien. Maar ik denk niet dat hij er zal zijn. Nee, heb je daar geen idee? Misschien is hij er? Ja, het zou leuk zijn, maar ik denk het niet. Wat is jullie kans tegen Twente? Volgens Unibet hebben we weinig kans. Het stond €16 op fulltime en €19 op dat Noordwijk doorgaat. Maar ik heb er wel een beter gevoel bij. Ik denk als wij gewoon durven te voetballen en gewoon ons eigen spel spelen, dat we Twente best wel lastig kunnen maken. Ja. Wat zet je er dan zelf op? Nee, ik mag niet gokken op mezelf. Wat staat er eigenlijk op Unibet als jij scoort? Volgens mij staan er geen namen op Unibet. Helaas. Maar wat voor quotering zou erbij passen? Eurotje of 85. Zoveel? Ja. Je bent op dreef, je maakt ze aardig snel hier. Ja, maar ja. Ja. Ja, ik hoop, als ik het mag maken, zou het mooi zijn. Hebben jullie een kans? Want ik sprak zojuist Stuart Westdijk, die zei, ja, eigenlijk doen we het daar altijd goed. Winnen we nou met 1-0, dan is het een stunt. Verliezen we met 5-0, dan doe je het ook niet slecht. Nou, als je met 5-0 verliest, dan doe je het wel slecht, denk ik. Ik denk, je mag hem verliezen, maar ik denk 1-0, 2-0 zou goed zijn. Maar 5-0 is denk ik iets te overdreven. Maar Sparta heb je verslagen? Ja, Sparta verslagen, maar is thuis natuurlijk. Hier zo op Duin Wetering. Daar kan het spoken. Ja, en natuurlijk is er misschien sprake van onderschatting. Dus misschien dat Twente ons morgen ook onderschat. Ik heb een paar reacties gelezen van supporters, zeiden van oefenpotje. Dus laten we hopen dat de spelers ook zo denken. Tegen wie kom je te staan? Dat weet ik niet. Ook niet mee bezig? Ik ga vanavond eventjes kijken. Je hebt ook dit weekend niet extra naar Twente gekeken? Ik heb Sparta gekeken. Ik heb Sparta gekeken. Tegen Telstar. Over Sparta gesproken. Het lijkt me een droom die uitkomt voor jou. Ja. Ja, 24 jaar en dan toch nog profvoetballer worden. Dat is echt niet verwacht. Hoe lang speelt het al? Het speelt nu ongeveer 3 weken. 3 weken geleden is mijn zaakwaarnemer benaderd door Sparta. En sindsdien zijn eigenlijk de gesprekken begonnen. Is het volledig voortgekomen uit die bekerwedstrijd tegen Sparta? Nee, ik heb daar gesprekken gehad en Henk Vrezer die had mij daarvoor al gezien. En verschillende scouts zijn ook daarvoor nog bij mij geweest. En natuurlijk ook na die wedstrijd tegen Sparta.